Nou, het volgende onderdeel heet Newlyweds. En ik zit hier met twee lovebirds. Kirsten, Julian, welkom. Jullie zijn een stelletje. Ja. Zo heet dat toch, een stelletje? Ja. En hoe lang hebben jullie al verkeerd? Of nee, dat moet ik nog niet vragen, want ik ga namelijk iets doen. Ik ga namelijk deze koptelefoon hier, die ga ik straks bij jou opdoen, Kirsten. Ja. En dan ga ik aan Julian ga ik 5 vragen stellen over jullie. Ja. En als ik die antwoord heb gekregen, doe ik jou de koptelefoon af. Dan stel ik jou diezelfde vraag. En als je 3 van die 5 goed hebt, ja, dan winnen jullie deze gigantische pot met snoep. Sorry, papa's en mama's, maar ja, het moet wel een beetje spannend blijven natuurlijk. Hè? Dan ga ik hem bij jou opdoen. Komt-ie. Kun je me nog horen of niet? Zeg, Kirsten, wil je gratis naar de Efteling? Ik denk dat ze het niet meer hoort. Oké, we gaan beginnen. Julian, en goed nadenken, want de vraag die ik aan jou stel, je moet bedenken wat zou Kirsten daarop kunnen antwoorden. Oké. Dus de eerste vraag is, hoe lang hebben jullie al verkering? 10 maanden. 10 maanden. Ja, dat wisten jullie ook, 10 maanden? Ja, ik schrijf toch 10 maanden op. Sorry, ja, ik moet heel streng zijn. Oké. Volgende vraag. Wat vindt Kirsten het mooist aan jou? Mijn ogen. Ogen. En waarin lijken jullie op elkaar? Ik vind spruitjes niet lekker en zij ook niet. Spruitjes? Dan zijn jullie denk ik de enige in Nederland die spruitjes niet lekker vinden. Dat is wel grappig. Spruitjes. Nog een vraag. Wat vindt zij het leukste cadeau wat je haar ooit hebt gegeven? Een loembandje heb ik je gegeven. Een loembandje? Ja. Heb je die zelf gemaakt? Ja. Wat lief. En hoe ziet die eruit? Hoe zag die eruit? Roze met paars en een witte staart. Oké, nou de laatste vraag. Wie doet later het huishouden, denk jij, volgens Kirsten? Zij. Ja? Daar was je wel heel duidelijk in, zie ik. Ja. Maar je gaat dus helemaal niet helpen bij het huishouden. Je denkt dat doet los zijn maar op. Ja, ik ga wel een beetje helpen. Zoals? De keuken is misschien vies, dan zeg ik, ja, dan moet je de keuken even schoonmaken. Ja, ja, het is meer, ja, meer dat je vertelt hoe het zit, dat zij het dan oplost. Ja. Dan mag je de koptelefoon afdoen. Nou, Kirsten, moeilijke vraag hoor. Ben je er klaar voor? Ja. Je mag niks voor zeggen, hè? Echt niks, nee, hè? Ik ga niet doen. De eerste vraag was, hoe lang hebben jullie al verkering? Iets van 5 weken. 5 weken. En in hoeveel maanden zouden dat ongeveer zijn? 5 weken? Want het is, ik geloof dat een maand is ongeveer een halve week, zoiets. Dus dat is 5 maal 2 is 10, toch? Ja, dat klopt. Ja, volgens mij wel, hè? Ja. Ja, dat is goed. 10 maanden, dat klopt inderdaad. Nou, hier heb je goed. En wat vind jij het mooiste aan Julian? Kijk me eens even goed aan. Kijk me eens aan. Gewoon, ja, neem je echt wel die tijd. Kijk maar even goed. Wat vind je nou echt het mooiste aan hem? Zijn ogen vind ik wel mooi. En waarin lijken jullie heel erg op elkaar? Dansen. Dansen. Dat is niet goed. Die moet ik helaas, ja, ik moet streng zijn natuurlijk. Want hij had gezegd spruitjes, dat jullie allebei niet van spruitjes hielden. Klopt dat? Ja. Ja. Wat vind jij het liefste cadeau dat je ooit van hem hebt gekregen? Een tekening. Wat voor tekening was het? Met een huisje met heel veel hartjes. Het antwoord was, tenminste dat hoopten jullie al, was een loembandje. Dat weet je zelf al niet meer, hè? Maar op een gegeven moment zoveel cadeaus, dan op een gegeven moment hou je het ook niet meer bij. Top? Ja. Nou, de laatste vraag. Wie denk jij, volgens Julian, dat als jullie later getrouwd zijn, het huishouden gaat doen? Wie gaat het huishouden doen, denk je? En denk eraan, dat is wat Julian denkt. Volgens Julian. Wat denk je? Dat ik moet doen. Ja, dat denk ik dus ook. Ja, dat denk je. Ja. Daar staan. Ja.